mijn opa en oma die golfden. Toen ben ik door hun gaan golven. En dat vond ik echt superleuk. En toen heb ik mijn ouders overgehaald om te gaan golven. Dus die golven nu ook 2 jaar. Wow, that's my Mary. Golf is een topsport. Het is een gevecht tegen jezelf en tegen de baan. Zonder druk kan iedereen heel goed spelen. Al die spelers die hier staan, die kunnen bij een oefenronde 5 onder de baan, 4 onder de baan makkelijk. Maar op het moment dat het echt gaat gebeuren, dan in één keer, dan is het toch een heel ander spelletje. Je moet het een beetje vergelijken met een voetballer die voor 60.000 man vanaf de middenlijn moet lopen om een penalty te gaan schieten. Wat er dan allemaal door je heen gaat. Nou, je weet hoeveel voetballers dan toch gefaald hebben. Een golfer die moet dat dus elke slag bijna. Want bij elke slag kan je zo'n fout maken dat bijna onherstelbaar is. In 2011 heb ik mee mogen doen aan de Scholheim Cup. Dat is een wedstrijd tussen Amerika en Europa. De mannen spelen de Ryder Cup. Iedere golfer wil daar meedoen. Dat is ook een droom voor mij, een doel voor mij, dat je voor je land uitkomt. De eerste keer dat de Nederlandse daar meedeed. Het is een toernooi wat ik nooit zal vergeten. Golf is voor mij wel echt passie en uitdaging en enorm lol en plezier. Ik vind het gewoon heerlijk om lekker buiten te zijn en te spelen. Had een dag niet gespeeld? Is een dag niet geleefd. En ik ben door haar aan het golf geraakt. Dat heeft me gepakt na een aantal keren. En sindsdien ben ik ook, ik wil niet zeggen ziekelijk verslaafd, maar ik doe het met ontzettend veel plezier. Ja. Ook dagen als het helemaal waardeloos gaat, dan toch kom je de volgende dag terug zonder dat je je clubs allemaal weggegooid hebt. Hoewel je dat wel vaak van plan bent. Superbank. Hij is een klein ding.